Stel je wil je bedrijf verkopen. Wat is jouw bedrijf dan waard? In deze video een hele eenvoudige formule waarmee jij kan berekenen hoeveel jouw bedrijf waard is. Welkom bij CVD TV. Zo direct die formule waarmee jij zelf de waarde van je bedrijf kan berekenen. Maar eerst even uh, wat anders. Want weet jij hoeveel jouw bedrijf waard is op dit moment? Als ik het je zou vragen. Uh, als dat zo is, uh, laat het dan weten onder in de comments. Ik ben heel benieuwd. Hoeveel is jouw bedrijf waard en hoe kom je op die waardering? Mocht je nou aan het kijken zijn en denken, ja. Uh, ik heb eigenlijk geen idee. Dan ben je niet de enige. Uh, Marklink is een partij in Nederland die bedrijven helpt uh, in de verkoop. En als je het plat zegt, een bedrijfsmakelaar. Zij zijn heel groot, doen bijna 200 transacties per jaar. Werken vanuit verschillende landen uh, in Europa. Uh, en zij doen heel veel onderzoek naar deze materie. En uit dat onderzoek blijkt dat jij niet de enige bent als jij niet precies weet wat je bedrijf waard is. Want wat blijkt, in Nederland weet zo'n 45% van de ondernemers niet wat zijn of haar bedrijf waard is. En in andere landen van Europa is het niet veel beter. Als we kijken naar een aantal andere landen. In België 44%. In Denemarken 58%. In Duitsland. 32% en in het Verenigd Koninkrijk 33%. Dus best een groot aantal ondernemers die zich niet bewust is van de waarde van zijn of haar bedrijf. En hoe komt dat nou? Een aantal redenen die uit dat onderzoek komen. 14% van de ondernemers die zich gewoon niet mee bezig, oftewel in plat Nederlands, die boeit het niet. Dan is er een groep ondernemers die gewoon te druk is. Die zijn niet aan hun bedrijf en aan de toekomst aan het werken. Zijn niet met strategie voor de toekomst bezig... maar zijn bezig met ja, de business van vandaag. Zijn gewoon te druk. Sommigen die zeggen, nou ja, ik ben er nog niet in geïnteresseerd. Ik ga er wel eens een keer mee aan de slag als de tijd rijp is. En tot slot is er een groep ondernemers die zegt... ik wil mijn bedrijf niet verkopen. Dus voor mij is het niet van belang om te weten wat mijn bedrijf waard is. Als je nou naar jezelf kijkt, hoe zit jij dan in de wedstrijd? Laat me ook dat weten in de comments onder deze video. Wil jij niet verkopen? Wil je misschien later verkopen? Ben je bezig met verkoop? Hoe zit jij in de wedstrijd als ondernemer als je kijkt naar je eigen bedrijf? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten. Ja, we zijn bijna toe aan die formule waarin je echt op een hele eenvoudige manier de waarde van je bedrijf kan berekenen. Maar ik heb nog een aantal interessante feiten uit dat onderzoek van Marktlink. Want als je dan kijkt naar de bedrijven die het wel weten, die bijvoorbeeld een bedrijfswaardering hebben laten doen, dan vindt in Nederland 22% van de ondernemers die vindt zich ondergewaardeerd. Die vindt dus eigenlijk dat zijn bedrijf, zijn of haar bedrijf, meer waard is dan dat de waardering Bepaald. En dat zien we ook in de rest van Europa. In België is dat 45%. In Denemarken is dat 29%. In Duitsland 40% en in het Verenigd Koninkrijk 32%. Teleurgestelde ondernemers. Ja, de belangrijkste reden die we daar zien, dat is emotie. Logisch. Want jij vindt jouw bedrijf het aller, aller tofste en vetste bedrijf van de hele wereld. En dan heb je in je hoofd misschien, of je hebt ergens wat gelezen, en dan denk je, oh, dan is mijn bedrijf zo en zo wat waard. En als dan de keiharde cijfers op tafel komen, dan ben je teleurgesteld. Als de belangrijkste reden emotie maar wat we ook zien in dat onderzoek is dat bedrijven heel slecht zijn voorbereid op verkoop. Ze zijn nog niet verkoopklaar. Denk aan een heel simpel voorbeeld. Stel, je wil je bedrijf verkopen en je wil er daarna zelf uit. Maar jouw bedrijf kan nog helemaal niet zonder jou. Ja, dan zul je dat eerst op orde moeten hebben. Kortom, er is zoveel te doen eigenlijk voordat je überhaupt je bedrijf kan verkopen. En dat wordt door heel veel ondernemers vergeten. En als jij onvoorbereid de verkoop ingaat, ja, dan zitten er van alles handhaken en ogen in één keer aan en dan is je bedrijf een stuk minder waard. Denken bedrijven overigens dat het de komende jaren beter wordt, oftewel dat hun waarde gaat stijgen? Uiteraard. Je bent ondernemer of je bent het niet. 73% van de ondernemers in Nederland die vindt dat. En als we kijken naar de andere landen uit het onderzoek, dan zien we dat 72% van onze Belgische vrienden dat vindt. 62% van de Deense ondernemers, 72% in Duitsland en 75% in het Verenigd Koninkrijk. Oftewel. Optimisten, altijd natuurlijk hè, als ondernemer. Ik maak deze video niet in opdracht van Marklink. Maar als dagvoorzitter mag ik een aantal evenementen van uh, Marklink voorzitten. Uh, waarin we met ondernemers in gesprek gaan over dit thema. En daardoor is dit thema enorm bij mij gaan leven. Want wat ik daar met name gezien heb en wat ik ben tegengekomen. Is dat er zoveel ondernemers eigenlijk totaal niet met dit onderwerp bezig zijn. En dan met name niet met die voorbereiding. En dat is best raar. En daarom maak ik deze video ook. Want er komt een dag. Dat bedrijfsverkoop in beeld komt. Of dat nou vanwege je leeftijd is. Of omdat er een koper om de hoek komt zeilen die geïnteresseerd is. Uh, of je wilt samengaan met een ander bedrijf om te gaan groeien. Of er komt private equity om de hoek kijken die samen met jou aan de slag wil. Kortom, je kan maar beter voorbereid zijn op zoiets. Want het komt er een keer aan. En nogmaals, je doet het niet vaak. Tenminste, jonge ondernemers misschien een aantal keren. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die het eigenlijk maar één keer in hun leven doen. En dan kan je maar beter goed voorbereid zijn. Want zo claimt Marklink een goede. Voorbereiding, dus het echt verkoop klaarmaken van je bedrijf, kan resulteren in een waarde van die 10 tot 30 procent hoger ligt dan dat je niet goed bent voorbereid. En nogmaals, omdat dit thema zo bij mij is gaan leven, dacht ik: hé, weet je wat, uh, ik ga eens een video maken, want er kijken superveel ondernemers naar 7 TV. En misschien kijk jij ook wel en denk je nu van: hey, vrek, misschien slim om daar toch eens wat serieuzer naar te gaan kijken. Dan nu de hamvraag waarvoor jij bent gaan kijken: wat is jouw bedrijf nou waard? Om te beginnen, er zijn een aantal methodes om tot een bedrijfswaardering te komen. En daar zitten ook hele ingewikkelde tussen. Maar er is ook een redelijk eenvoudige die eigenlijk in de praktijk heel erg vaak wordt toegepast. En die formule die luidt: de waarde van je bedrijf is je EBITDA. En dat is je, en dan moet ik het even goed zeggen: is je bruto winst voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en afboeking keer een multiplier. En het gaat natuurlijk om die laatste. En als we kijken naar MKB in Nederland... dan is de gemiddelde multiplier, die wordt gewaardeerd... ergens ligt die tussen de 4 en de 7. Stel je EBITDA is een miljoen... Dan is jouw bedrijf dus tussen de 4 en de 7 miljoen waard. En om nog iets concreter te zijn, Brooks deed een onderzoek eind 2023 onder 276 fusie- en overnamekantoren. En die kwamen voor een gemiddeld MKB-bedrijf op een multiplier van 4,75. Maar. Disclaimer, dat gezegd hebbende, dit is echt de default hele generieke formule. Want het stikt van de variabelen. Zowel de EBITDA die je op heel veel verschillende manieren kan berekenen als de multiplier die op heel veel, van heel veel factoren afhankelijk is. Van de schaalgrootte van het bedrijf, van de continuïteitsgaranties, van de, het businessmodel wat er achter zit. Kortom, het is... Echt een standaard formule. Er worden bedrijven voor veel minder verkocht, maar er worden ook bedrijven voor veel meer verkocht. Maar het onderzoek, dus alle cijfers die uit het onderzoek van Markling komen, geven een gemiddelde van MKB-bedrijven in Nederland van 4 tot 7 keer de EBDA. Ik heb in de beschrijving een linkje naar het onderzoek van Markling opgenomen, dus dan kun je daar verder kijken voor meer informatie. En daar vind je ook meer informatie over Markling zelf, mocht je hulp zoeken, want ook dat is mij duidelijk geworden. Het is een vak apart. Het is niet iets wat een gemiddelde boekhouder of accountant van Jouw bedrijf er maar even bij kan doen. Het verkopen van je bedrijf is echt een verhaal apart. En of je nou Marklink inschakelt of een ander specialistisch bureau, dat maakt me in principe niet uit. Alhoewel Marklink me na aan het hart ligt, maar daar moet je zelf voor kiezen. Maar ben je in ieder geval bewust van het belang van een goede voorbereiding op de verkoop van je bedrijf? Nou. Uh, ik hoop dat je iets in deze video hebt gehad en dat ik in ieder geval heb kunnen helpen met een soort basisformule dat je een beetje een idee hebt van de waardering van je bedrijf. Uh, laat in de comments ook nog even achter van uh, uh, valt het mee, of valt het tegen? Had je zelf wel nagedacht over de waarde van je bedrijf en als je nu die formule erop loslaat, valt het dan mee of valt het dan tegen? Laat het mij weten in de comments. Uh, abonneer je ook op CVD-TV als je geïnteresseerd bent in alles wat met ondernemerschap te maken heeft, uh, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken en heb je zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi!